allemaal. Dankjewel dat jullie mij hier welkom heten. Als klein meisje heb ik altijd in de mode gewerkt in winkels. En mijn droom was echt op een dag een warenhuis te openen. Nou ben ik hoofdredacteur van Glamour. In alle gesprekken met Hudson's Bay en kwam dat idee ook naar voren. En zei vandaag is dan de dag dat ik de sleutel open mag nemen van Chris. Heel erg tof. Gewoon een hele leuke dag van maken. Let's do it! Symbolisch natuurlijk voor de winkels dat we de roltrappen elke dag aanzetten. Hij doet het! Hi! Dank alsjeblieft. Hey, welkom bij Hudson's Bay. En wat een hele grote meerwaarde is dat je gewoon door kan kijken nu, hè? Het is wel echt heel, heel mooi. Ook als ik kwam aanfietsen, weet je wel, of als je hier lang rijdt of fietst, dan is het gewoon heel mooi. Het stukje waar we nu staan is misschien wel het best bewaarde geheim van Amsterdam. Het is A, heel erg mooi. En B, als je achter je kijkt, is er gewoon nog weer een Hudson's Bay. Dus het houdt niet op. Vier panden. Jeetje, echt een leuke, mooie woonwinkel. Jij bent normaal hier de grote baas. Best impressive. Vier panden, 100.000 mensen in de winkel hier elke week. Ja, klopt. Ja, heel, heel mooi. Oké, Lien, fijn om met jou, de beauty expert, hier even beauty Valhalla van Hudson's Bay te kijken. Let's go. Misschien wel mooi om hier zo wat kleur een beetje gewoon licht aan te brengen. Ja, dat je mijn jukbeen dan iets beter ziet. Ja. Stand there, be pretty. Deze voelt ook heel mooi, Wicked Ways. Okay. I like it, ja. Hey, wat gezellig. Zo gezellig. Poppen zijn altijd heel leuk. Rieke heeft ook leuke truien en panter, hou jij ook wel een beetje van? Heel leuk. Iedereen gaat beter. Ik of de pop. Dat mogen jullie zelf thuis bepalen. Nog even over onze outfit, want ik ben normaal niet zo zakelijk. Maar vandaag dacht ik, ik moet in pak. En toen zag ik jou vanochtend, dacht ik, oh mijn god, strak in het pak. Ja. Is dat iets wat je, zie jij er elke dag zo strak uit? Nee, of, er is geen dresscode. Had ik dan eigenlijk het pak niet aan hoeven doen vandaag? Nee, voor mij niet. Nee? Nee. Had jij mij ook geaccepteerd als baas hier op sneakers? Ja. Oké, nou ik heb sneakers bij me, dus dan ga ik die misschien toch even wisselen. Ja, Oké, onderweg naar een afspraak, een inkoopafspraak. Heel spannend, voor mij voor de eerste keer. Ik heb vanochtend gehoord dat ik best ook op sneakers mag. Dus ik ga nu deze lieve vrienden inruilen voor heerlijke Nike sneakers. We zijn aangekomen bij Just Female. We gaan op inkoopafspraak. Dat is voor mij de eerste keer, ik heb nog nooit eerder gedaan. Hoi, ik ben Anke. Hoi, Tamar. Hoi. Hoi, jij bent van Just Female. Ja. We gaan dus inkopen, of eigenlijk gaan jullie inkopen. En ik ga me een beetje ermee bemoeien. Of gewoon een beetje toekijken. Laten we beginnen. Ik ben heel benieuwd naar de collectie. They went to Mexico actually. And they visited Casa Gilardi. And Casa Gilardi is a very, very cool, abstract building. This is what they translated into the collection and the colors and the prints. En wat zou jij hier uit selecteren? Daar ben ik heel benieuwd naar. Wat ik eigenlijk al meteen op deze. Als je het goed vindt, hang ik daar een ring omheen. Want dat betekent dat hij verkocht is. Esmeralda, als jij nu hier twee dingen zou uit moeten kiezen uit deze collectie waar je dingen mee gaat stylen voor Glamour, wat natuurlijk altijd wel een beetje heftiger mag zijn. Wat pak jij dan? Ik zou voor het streepje gaan. Zo leuk te combineren met een mooie kool. En bijvoorbeeld met een wit t-shirt en dan met felrode schoentjes. Voor deze zou ik gaan. Hey, hi team. Hi! Is ze er? Nou, jammer, hou nog maar even. Ik dacht al, oh god, wat hebben we met Musa? Ik heb de twin niet eigen. Oh, geweldig. Dankjewel, hè. Het is een heerlijk restaurant van Hudson's Bay, hier op de 5e etage. Een waanzinnige locatie. En ik ga lunchen met Anne. En Anne is verantwoordelijk voor de campagnes bij Hudson's Bay. Nou, dit is dus de campagnenaam, die zoet is. Okay. Wij zijn hofleverancier van de Sint. En hier zijn de modellen die ook in die campagne zitten. Ja. Kies jij ook echte modellen? Ja. Ja. Waar let je dan op? Wel echt een modegevoel, maar wat wij heel belangrijk vinden. Verschillende types, dat het echte mensen waar je gewoon blij van wordt. En zich ook wel echt kunnen identificeren, zeg maar. Ja. Dus... Cool hoor. Gaat goed hier? Volgens mij heb ik deze job redelijk goed geklaard vandaag. Even dit recht zetten natuurlijk. Kijk, Chris, onwijs bedankt. Graag gedaan. Ik draag het weer over aan jou. Fijne middag, thanks. Hè? Doei.